Rob Jette is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Dat werd dinsdagochtend unaniem besloten in een fractievergadering van de partij. Jette is de opvolger van Alexander Pechtold, die zaterdag op het partijcongres van de partij zijn vertrek bekend maakte. Jette was van 2010 tot 2017 raadslid voor D66 in de gemeenteraad in Nijmegen. Sinds die tijd was hij ook fractievoorzitter van de Democraten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 kwam Jette in de Kamer en is hij woordvoerder op de portefeuilles Klimaat, Energie en Gas, Spoor, Democratische Vernieuwing en Economische Zaken.